welkom bij een nieuwe video. Dat was echt een hele spontane hey. Oké, dit keer weer een... ik dacht, laat ik eens mijn everyday make-up routine weer eens opnemen. Want sinds dat ik zwanger ben, doe ik hem net even wat sneller dan wat ik al eerst deed. Ik werk vroeg in de ochtend, dus ik sta meestal om 5:30 op. Dan kun je je voorstellen dat je om 5:30 geen zin hebt om je helemaal op te maken. En ik heb er soms eigenlijk heel vaak niet eens zin in. Er zit echt iets bij mijn oog en het irriteert me. Ben je weg? Nee, je bent niet weg, maar je wilt niet weg. Oké, dus ja, je kan er wel van uitgaan. Ik sta soms echt voor de spiegel en ik denk van... Maar goed, ik doe het wel altijd... Omdat ik er anders echt heel erg dood uitzie. Maar ik doe het wel binnen max 5, 6, 7 minuten. Het zal vandaag wat langer duren omdat ik laat zien hoe en wat, blablabla. Maar normaal gesproken doe ik dit 's ochtends echt binnen 5 tot 6 minuten. Ik flikker het er gewoon op en ik ga weer. Dus verwacht geen ooglook, want dat doe ik 's ochtends echt niet. Ik vind al heel wat dat ik tegenwoordig wel weer een beetje contour en dat soort dingen... Licht. Maar normaal gesproken, nee. Goed, dus. Ik ga gewoon gelijk beginnen. Ik heb mijn huid al gehydrateerd en zo dingen. Dat is natuurlijk... Dat is wat ik altijd als eerste doe. Ik heb een potje met crème staan. En dan, terwijl dat intrekt, ga ik mijn tanden poetsen. Dat is wat je doet. Goed, dan ga ik beginnen met mijn foundation. En ik gebruik deze. En dit is de Essence Camouflage 2-in-1 Make-up en Concealer in de kleur 20 Beige. Nude Beige, sorry. Ik ben een beetje buiten adem. Ik moet ook niet zo snel praten. En dit doe ik eigenlijk praktisch een beetje op mijn hand. En het, weet je, ik varieer dus tussen een kwast en een beauty blender. Nou vind ik wel, ik gebruik deze kwast, de Real Techniques Expert Face Brush. Die is net even wat sneller, zeg maar. Dus dat doe ik 's ochtends het liefst. Ik ga even een spiegel erbij pakken. Dat heb ik eigenlijk 's ochtends het liefst. Dus ik... En ik doe helemaal niet zo heel veel op, hoor. Want daar ging mijn poeder. Oké. Nee, daar heb ik 's ochtends geen zin in. Dit blend ik gewoon uit. Zoals we allemaal wel weten. En de ene keer pak ik dus een spons. De Beauty Blender. En de andere keer pak ik deze. En ik neig wel meer naar deze kwast. Ondanks dat ik... het effect van de Beauty Blender vind ik wel heel erg mooi. Nou is er natuurlijk helemaal niks mis met deze kwast. Maar het effect van de Beauty Blender is gewoon mooi. Alleen het duurt me net even iets langer. Voordat ik het gewenste effect heb. Voordat ik het helemaal goed heb uitgeblend. En hij neemt natuurlijk wat meer product op. En dat is natuurlijk ook niet altijd even prettig. Zo. En zoals je kunt zien, ik doe het echt serieus. Echt zo snel als ochtends. Zo van, ik heb geen zin. En weet je wat het is? Mijn misselijkheid is... Oei. Mijn misselijkheid heb ik redelijk nu stabiel. Maar alsnog, als ik 's ochtends opsta, wil ik eigenlijk wel zo snel mogelijk wat eten. Dus ja. Dan ga ik verder met mijn concealer. En ik gebruik de Essence All About Matte in de kleur 05 Matte Ivory. Adem. Ik vergeet gewoon adem te halen terwijl ik praat. En dat is mijn probleem. En dat doe ik eigenlijk gewoon een klein beetje zo onder mijn ogen. Weet je... Ik smeer het op mijn gezicht, omdat ik er anders serieus uitzie als een of andere zombie die net uit bed is gekomen. Maar aan de andere kant heb ik wel altijd zoiets van... Eigenlijk boeit het me nou ook weer niet zoveel. Zo. En dit, ik zorg er gewoon voor dat het goed eronder zit. Zodat je niet kan zien dat ik zo extreem moe ben. Sorry als ik trouwens klink als een kikker, maar ik ben een beetje verkouden. Want ja. Goed,
als mijn concealer dan erin zit, dan laat ik dit eventjes settelen. En daarom ga ik eerst mijn wenkbrauwen doen. En voor mijn wenkbrauw gebruik ik nog steeds de brow cream van de Primark. Vind ik nog steeds heel erg fijn. Doe ook een klein beetje van op mijn hand. Gewoon een heel klein beetje. En eigenlijk volg ik gewoon... ik gebruik een kwast van Ecotools trouwens. Volg ik gewoon de lijn van mijn wenkbrauwen. Ik maak ze niet dikker of donker of breder of wat dan ook. Ik wil ze eigenlijk alleen wat donkerder hebben. Kijk, dat is het niet zo... Ik moet mijn wenkbrauwen trouwens ook echt nodig weer doen. Zo, kijk. Ik maak ze iets langer aan de achterkant. En verder zorg ik er gewoon voor dat ik een redelijk oké wenkbrauwtje krijg. Aan de voorkant niet te dik, uiteraard. En dit is misschien ook wel een goede look om in de gaten te houden voor als je weer naar school gaat. Ik weet dat de scholen binnenkort weer beginnen. Of al zijn begonnen. Het ligt er net aan waar je woont. Maar dit kan natuurlijk ook wel een hele fijne zijn als je 's ochtends vroeg naar school moet. En dat je zoiets hebt van... Ik kan me voorstellen, ik weet nog toen ik naar school ging, elke 5 minuten die ik langer kon slapen, was zeer, zeer prettig. Dat vind ik nou trouwens... Nu nog steeds hoor, maar ik kan me voorstellen dat je dan zoiets hebt van ik wil eigenlijk zo min mogelijk aan mijn make-up besteden. En ik heb altijd zoiets als je gewoon een goede huid hebt, laat die foundation gewoon zitten. Doe het gewoon niet. Het kost toch alleen maar tijd. Dus, hè. Dan gebruik ik poederkwast. Let niet op mijn kwasten, die moet ik even gaan schoonmaken. Maar ik gebruik van BH Cosmetics. Ik heb daar een hele set van. Ik gebruik de grote poederkwast. En ik gebruik deze poeder die ik nou vast heb van 29 Cosmetics. De Press Finishing Powder. Press It in Light met SPF 12. En hij is redelijk op aan het gaan. En daarmee zet ik gewoon mijn hele gezicht. En weet je, voordat ik zwanger raakte, zat ik altijd nog met, oh, eerst mijn om de ogen helemaal afpoederen. En weet je, dat doe ik nog steeds als ik weg moet. Maar dit is gewoon daadwerkelijk hoe ik gewoon elke dag naar mijn werk ga. Gewoon zo en gewoon vlug en geen gezeur over eerst afpoederen en baking en weet ik veel wat. Nee. Nee, niet als je 's ochtends vroeg om 5:30 uit je nest moet. Dan van Max & More. Ik ga mijn gezicht even afmaken. Van Max & More gebruik ik dit palet met highlight, foundation, contour en blush. En die ziet er als volgt uit. En ik vind hem best wel gewoon prettig. Ik heb hem zo in de badkamer op mijn everyday make-up liggen. En ik gebruik deze kleur. En dat doe ik gewoon heel klein beetje zo met een kwast in. Er zit geen merk meer op. Ik weet zo 1, 2, 3 niet waar ik hem vandaan heb. Maar het is gewoon een hele fijne kwast. Hij heeft ook gewoon het, zeg maar, de goede vorm om mee te contouren. En dit doe ik gewoon echt heel lichtjes. Gewoon een beetje zo. Dat ik enigszins wat kleur heb in mijn gezicht. Heel vaak sla ik dit ook over hoor. Het is echt net, wat ik zeg maar 's ochtends wil. Als ik zoiets heb van, nou, ik heb er eigenlijk wel zin in, dan pak ik dat palet en dan gebruik ik ook de highlighter hiervan. En weet ik veel allemaal. En anders pak ik gewoon een blush en een highlighter en dat is het. Dan pak ik een van de twee blush kleuren. Vandaag ga ik voor de lichtere. En dat wisselt. De ene keer pak ik de lichtere, de andere keer pak ik de wat donkerdere. En die zijn vrij, best wel gepigmenteerd, dus dat doe ik een beetje voorzichtig. Ik ben echt omringd door dingen in plastic hier. Zo. En ook dit zorgt ook weer voor een beetje kleur. Doe het ook een beetje op de rest van mijn gezicht. Geloof me, ik zie er 's ochtends echt heel erg dood uit. En dan pak ik een fanbrush van
Boei, van Bella Pierre Cosmetics. En ik pak de enige highlighter die er is. Ik wissel. Soms pak ik deze. En soms pak ik die van de Primark. Die vind ik ook wel heel fijn. En dan... Ja, weet je, deze is ook prima. En ik wil er op zich 's ochtends ook niet uitzien als een of andere discobol ding. Dus dit is een vrij subtiele highlighter. Dan vind ik het wel fijn als je het überhaupt kan zien. Kijk. Maar ik zorg er wel voor dat ik niet gigantisch shine. Dat is niet nodig als je aan het werk bent, toch? Dan, mijn poeder valt de hele tijd van mijn schoot af. Dan, eigenlijk de twee laatste dingen die ik doe. En dat zijn, dat is op mijn ogen. Ik pak een eyeliner. En ik maak gewoon een heel klein... Als ik hem open krijg. En ik maak gewoon een klein streepje boven mijn oog. Echt heel dun. Tenminste, dat probeer ik altijd. Heel simpel. Ik maak gewoon kleine streepjes per keer. Niet in één keer een streep trekken. Want ja, dat vind ik niet handig. Ik doe hem ook zo. Ik wing hem ook niet. Want dat heb ik. Ik heb dat wel een aantal keer gedaan. En elke keer kwam ik weer uit op twee verschillende wings. Wat dus betekent dat je het weer opnieuw kan gaan doen. Wat dus betekent dat je meer tijd kwijt bent. Nope, niet voor 's ochtends vroeg. Zo, en dan pak ik mijn mascara. En ik gebruik de Volume Stylist van Essence. Dit was trouwens, sorry, niet eens gezegd. De Catrice Cosmetics Liquid Liner Waterproof. Die gebruik ik altijd. Die is zo fijn. Die blijft gewoon zitten. En ik doe gewoon een dun laagje. Niet te veel poespas. Oh, kriebel. Okidoki, en dit is dan mijn everyday make-up look. Dit is letterlijk wat ik iedere dag doe. Als ik aan het werk ga. Het is nu zondag, maar dat maakt niet uit. En normaal gesproken doe ik op zondag en maandag, dan ben ik vrij. Dan doe ik helemaal niks op mijn hoofd, want daar heb ik zin in. Maar ik hoop dat je er wat aan hebt. Misschien is dit wel gewoon een goede look voor als je naar school moet. Of ook gewoon heel snel, 's ochtends vroeg, je make-up wil doen. Ik hoop dat je er wat aan had. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En als je de notificaties aanzet, dan krijg je elke keer een melding binnen als ik een nieuwe video maak. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.